Goed nieuws, de sportscholen zijn eindelijk weer open. En je hebt beloofd dat je ging beginnen zodra de sportscholen weer open gaan. Dus hou je dit keer eindelijk aan je belofte. En ga inderdaad naar de sportschool. Zoek uit hoe je inderdaad goed moet trainen. Hoe je goed moet eten. Op mijn kanaal, Atkle Gains, het kanaal voor de fitness-liefhebbende vegan. Ben jij op het juiste adres? En zeker deze video. In deze video. Vertel ik namelijk alles wat je moet weten om een trainingsschema op te stellen voor jezelf. En dit is een video geschikt voor beginners en gevorderden. En het is helemaal gericht op vegans. Dus laten we gelijk beginnen met de video. Can't hold back your light and Zoals ik al heb gezegd, Edco Games is het kanaal voor de fitnessliefhebbende vegan. Het doel van dit kanaal is om veganisme zo goed mogelijk op de kaart te zetten. Door middel van jou als vegan te helpen met jouw fitnessdoelen, jouw lichaamsdoelen. Om jouw lichaam zo goed mogelijk eruit te laten zien en veganisme daardoor zo goed mogelijk eruit te laten zien, zodat de wereld zo snel mogelijk vegan is en beginnende bij Nederland. Dus wil je de toekomstige vegan fitness gerelateerde content niet missen, vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal cool Gains. En dan gaan we gelijk beginnen met hoe stel je een trainingsschema op of hoe stel je jouw trainingsschema op voor de komende tijd. Dus zoals ik al heb gezegd, deze video bevat alles wat je moet weten van hoe vaak je gaat trainen, hoeveel sets, hoeveel herhalingen, hoeveel rustdagen, hoeveel rust tussen de sets door, de warm-up, de werksets en hoe je over de weken progressie gaat boeken. Dus stap 1, hoe je een training schema opstelt is oké. Okay, Zorg ervoor dat jij weet hoeveel trainingsdagen jij in de week gaat hebben of hoeveel dagen jij in de week inderdaad dus gaat trainen. Dit is heel erg belangrijk dat je hier realistisch bent, want zeg niet gelijk van als beginner van, hey ik ga zes weken. Of ik ga zes keer in de week trainen. Waarschijnlijk is dat niet haalbaar en niet langdurig haalbaar. Dus je kan het beste langzamer opbouwen. dan te veel willen en te snel stoppen. En je moet dus ook rekening houden met je planning voor andere dingen. zoals school, studie, werk, vrienden, familie en huisdieren. en buurmannen en buurvrouwen. Dus zodra je hebt gekozen voor een aantal dagen, ik zeg maar iets, vier dagen, vijf dagen in de week of zelfs maar twee dagen in de week, dat is het belangrijkste waar je jouw trainingsschema omheen gaat bouwen. Omdat jij het meest optimale is minimaal twee keer in de week jouw spiergroepen trainen. Als jij maar twee keer in de week gaat trainen en je gaat het opsplitsen, je spiergroepen, dat je de ene dag je bovenlichaam en de andere dag je onderlichaam doet. Dan train je jouw spiergroepen maar één keer in de week. En dat is niet optimaal voor spiergroei. Dus ik heb hier een makkelijk schemaatje voor je. Als jij twee tot drie keer in de week gaat trainen, dan is een full body schema. Dus een, een trainingsschema waar je jouw hele lichaam op één dag traint. En op de andere dag en op de andere dag als jij drie keer traint. Is het meest ideaal. Als jij vier keer in de week, dan is een upper-lower split. Dus eerst de, het ene dag jouw bovenlichaam, andere dag je onderlichaam. En dat weer zo. Nog twee dagen in de week. Dus dan heb je vier dagen in de week dat je traint. Bij vijf dagen dan heb je ook een upper, lower. Maar dan heb je ook een push, pull, legs. Dus push, daar doe je je borst, je schouders, je triceps. En pool doe je je rug, je achterkant, schouders en je biceps. En legs is natuurlijk je, je onderlichaam. Net zoals lower ook je onderlichaam is. Maar dan train je dus vijf keer. En bij zes keer trainen zou je een push pull legs, push pull legs schema kunnen aanhouden. Waarop is dit gebaseerd? Dit is gebaseerd op hoe vaak je daadwerkelijk twee keer in de week... ...jouw spiergroepen kan trainen met 48 uur rust. Want jouw spieren die hebben herstel nodig... In Die herstelperiode groeien jouw spieren. En het is dus belangrijk dat jouw spieren deze tijd daadwerkelijk krijgt. Dus die 48 uur rust voor jouw spieren, voor een spiergroep, die moet jij dus zo houden. Als jij dus een full body, dus jouw hele lichaam op maandag traint, dan kun je dinsdag niet weer jouw hele lichaam trainen. Maar dat zou je pas woensdag kunnen doen. Zo is het ook met een upper lower. Dus je zou maandag dinsdag. Achter elkaar wel kunnen trainen. Want dan heb je upper, lower. Dan heb je een rustdag. En dan weer upper, lower. Wat je ook zou kunnen doen. Wat natuurlijk niet optimaal is. Omdat je dan heel veel rustdagen achter elkaar hebt. Maar dat is maandag, dinsdag, upper, lower. En dan woensdag en donderdag ook weer upper, lower. Maar dan heb je vrijdag, zaterdag, zondag. Heb je rust. En dat zou je beter in kunnen delen. Stel jouw planning laat niet anders toe dan een bepaalde manier van trainen. Zorg dan altijd dat er 48 uur rust. Minimaal tussen de spiergroepen zitten. En hou dit zoveel mogelijk aan. Van. Oké. Okay, full body. Maandag, woensdag, vrijdag. Upper lower. Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag. Vijf dagen in de week. Upper lower. Push, pull, legs. Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. En push, pull, legs, push, pull, leg. Eén dag in de week rust. Dat maakt niet uit welke dag. Het is allemaal het meest optimaal. Nu weten we hoe vaak we in de week gaan trainen. En nu weten we ook wat voor trainingsschema we gaan volgen over één week heen. Dan gaan we naar één trainingsschema zelf. Goed om te weten is dat wij, uh, of onze spier groepen hebben tussen de 10 en 18 sets nodig om optimaal te kunnen groeien. Borst zou zelf ergens daar tussenin zitten, maar het heeft ook te maken met of jij een gevorderde fitnesser bent of een beginner bent en hoe groot de spiergroep is. Bijvoorbeeld jouw rug kan veel meer hebben dan jouw zijkant schouder, jouw benen kunnen weer meer hebben dan je borst, maar je borst die kan weer meer hebben dan de achterkant schouder. En zo moet je een beetje kijken van hoe groot is de spier relatief tot andere spieren. Het aantal sets van de, van de rugoefening, die kan veel meer zijn dan de hoeveelheid sets voor jouw kuiten. In ieder geval zit tussen de 10 en 18 sets, dat is een goede richtlijn voor optimale spiergroei. Per spiergroep. Nu we weten hoeveel sets we per week moeten doen voor een spiergroep, dan kun je het dus ook opdelen in hoeveel sets per spiergroep moet ik op één geselecteerde dag doen. Nou, dan deel je het dus bijvoorbeeld bij een full body: dan doe je bijvoorbeeld 18 delen door 3. Dan kom je op 6 sets uit per spiergroep, of in ieder geval 4 tot 6 sets per spiergroep op één dag. En als je twee keer in de week je spiergroep traint, dan is de richtlijn dus. Tussen de 5 en 9 sets per spiergroep. Dus nu hebben we hoe vaak je gaat trainen in de week. Nu heb je wat voor trainingsschema je gaat volgen. Nu heb je hoeveel sets je per dag moet doen. Oké, okay, dus hoe gaan we die sets inplannen op één dag? Je hebt twee soorten oefeningen. Je hebt compound oefeningen en je hebt isolatie oefeningen. Compound oefeningen zijn oefeningen waar jij meerdere spiergroepen of meerdere spieren eigenlijk tegelijkertijd traint. Bijvoorbeeld bankdrukken, daar train je je borst. Je voorkant schouder. Je triceps mee. Barbell row. Daar train je je rug mee. Je achterkant schouders. En je biceps. De squat. Daar train je je quadriceps. Je kuiten. Je hamstrings. Je glutes. Shoulder press, Daar heb je de triceps. De voorkant schouder. De lat pulldown. Daar heb je de LEDs En de biceps. En zo heb je dus. Uh, bijvoorbeeld ook nog de deadlift trouwens. En waarschijnlijk nog iets wat ik ben vergeten. Maar dat zijn compound oefeningen. Waar je dus meer spieren tegelijkertijd traint. Dit is heel erg time efficiënt. Omdat je dus heel veel meerdere spiergroepen tegelijkertijd traint. Deze oefeningen vragen dan ook heel veel energie van jouw lichaam omdat je dus inderdaad bijna je hele lichaam tegelijkertijd aanspreekt. Hier heb je dus ook automatisch langer rust voor nodig tussen de sets door. En omdat ze dus meer energie van jouw lichaam vragen, is het ongelooflijk belangrijk om deze altijd 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 aan het begin van jouw training te plaatsen. Eerst de compound oefeningen, dan de isolatieoefeningen. Isolatieoefeningen zijn dan ook de oefeningen waar je maar één spier tegelijkertijd traint. De bicep curl, de skull crusher, voor alleen je triceps, de biceps natuurlijk, voor alleen de biceps, de side raise voor alleen de zijkant schouder, de chest fly alleen voor je borst, de lat prayer of de straight arm pull down alleen voor je lat. Die plaats je dus aan het einde van jouw training. Dus eerst de compounds. Dan de isolatieoefeningen. En omdat de compound oefeningen zoveel energie vragen, is het dan ook belangrijk om maximaal, en je kan ook twee, maar maximaal drie compound oefeningen per training. Want als jij vijf of zes compound oefeningen op één dag gaat doen, dan zijn die vijfde of zesde niet meer kwaliteit oefeningen of kwaliteit moeite dat je erin stopt, omdat je al heel veel energie kwijt bent. Dus nu hebben we hoe vaak je gaat trainen in de week, wat voor trainingsschema, het aantal sets per spiergroep, in welke volgorde je, je oefeningen moet doen, en dan gaan we nu naar het aantal herhalingen per oefening. Daar kan ik heel makkelijk zijn, want je hebt namelijk twee verschillende doelen of twee verschillende dingen dat jij uiteindelijk wilt bereiken. Dat is kracht en dat is spiergroei. Dat zijn twee verschillende dingen, want je kan namelijk focussen op kracht en je kan focussen op spiergroei. En dat ligt eraan hoeveel herhalingen jij doet per oefening of per set. Als jij focust op kracht, komt er automatisch spiergroei bij kijken. En als je op spiergroei focust, komt er ook automatisch kracht bij kijken. Maar je kan wel op de een of het ander focussen. Nou, hoe doe je dat dan? Met kracht. Dan zit je lager in de herhalingen. Dus 5 tot 8 herhalingen. Lager dan 5 herhalingen zou ik niet gaan. Omdat je dan heel erg blessuregevoelig bent. Omdat je automatisch heel erg hoog in gewicht gaat. Of in ieder geval relatief. En als je eenmaal een blessure te pakken hebt. en je bent een half jaar uit de sportschool. dan dat is dat gewoon totaal niet voordelig. Dus zorg ervoor dat je niet onder 5 herhalingen gaat zitten. En voor hypertrofie, voor spiergroei dus. zou je van tussen 8 en 15 herhalingen. Kunnen zitten. Allebei zijn wel richtlijnen. Je kan er dus iets onder, iets boven. Dat maakt allemaal niet uit, want jouw lichaam luistert niet naar de aantal herhalingen, maar die luistert naar de time under tension. Dus hoe lang zit jouw spier inderdaad? Hoe lang wordt die geprikkeld? En hoe erg wordt die natuurlijk geprikkeld? Want je kan wel 15 herhalingen doen. Snel en ongecontroleerd. Zonder dat je daadwerkelijk je aandacht bij die spier houdt. Maar dan denkt die spier niet. Oh, we zijn bij 15. We gaan groeien. Zo werkt het niet. Er moet daadwerkelijk spanning op staan voor een bepaalde tijd. Als warm-up voor een training zou je 10 minuten cardio kunnen doen. Om jouw lichaamstemperatuur omhoog te brengen. Dit voorkomt ook weer blessures. En dan de eerste oefening van die dag. De eerste set van die dag. Die zou je dan net drie setjes van tevoren ophouden met gewicht. Veel herhalingen. Zou je die spiergroepen of die spieren. Zou je daarmee kunnen opwarmen, dit is heel goed om, uh, om niet blessuregevoelig te worden. En de andere oefeningen op die dag voor diezelfde spier, die heeft maar één setje nodig om warm te worden, om getriggerd te worden. En dan kun je dus gaan naar jouw werksets. Jouw werksets, als je bijvoorbeeld vier setjes kiest of drie of twee of vijf, dat, dat maakt in principe ook niet zoveel uit. Maar dan zou ik altijd over de setjes heen opbouwen met gewicht. En afbouwen met het aantal herhalingen. Dus je begint bijvoorbeeld als jij, jij op spiergroei gericht traint. Dan begin je bijvoorbeeld bij 15 herhalingen. En dan eindig je bij 8 herhalingen met meer gewicht dan dat je die eerste set deed. En die laatste 2 of 1 set uh, mag jij en kun je tot falen trainen. Oftewel totdat je letterlijk niet meer kan. Als jij je bicep curl zo doet. En je denkt, oh, het is moeilijk. Nee, ik kan er niet nog een. Dat is niet falen. Het is falen als je. En het niet meer lukt. Dat is falen. Dan, stel je bent een beginner of je begint weer met trainen na deze lockdown. Dan is het heel erg belangrijk om eerst te zoeken naar het juiste gewicht. Dus begin niet gelijk van, oh de vorige keer kon ik 80 kilo bang rukken. Dat ga ik nou ook gelijk doen. Nee, want dan ben je weer heel erg blessuregevoelig. Lig je er weer een half jaar uit met een kapotte schouder. Dat wil je gewoon niet hebben. Pak de eerste twee weken nou eens om echt het gewicht te zoeken. Begin te licht. Ga niet tot falen trainen voor de eerste twee weken. Misschien zelfs langer. En bouw het langzaam op. Twee en drie weken is op de timeframe waarop spiergroei ontstaat of voorkomt. Is twee, drie weken is helemaal niks. Want het duurt jaren voordat je jouw droomfysiek hebt. En zelfs dan kom je waarschijnlijk niet bij je droomfysiek. Net zoals ik daar waarschijnlijk ook nooit ga komen. Dus zoek inderdaad de eerste twee weken, eerste drie weken naar het juiste gewicht. Bouw het langzaam op. Begin licht. Zo voorkom je blessures. En om spiergroei uiteindelijk dus daadwerkelijk te laten gebeuren, zou je dus omhoog moeten gaan in gewicht, herhalingen, intensiteit, setjes, zou je allemaal omhoog kunnen gooien. Dit heet progressive overload. Maar let wel op, als jij denkt van oké, okay, ik moet progressive overload doen, ik moet een herhaling meer... Dat betekent dus niet dat jij kosten ten koste die stang maar omhoog krijgt. Als jouw spieren dit eenmaal nog niet kunnen en je gaat het compenseren bijvoorbeeld bij de banddruk om je schouders omhoog te gooien, dan heb je weer een grotere kans op blessures. Dus nummer 1 en het meest belangrijke is. 1. Wees er met je kopie bij bij de oefeningen en bij de spiergroepen die je traint. Visualiseren voor je dat bijvoorbeeld bij bankdrukken je borst, je triceps, je voorkant, schouders, dat die inderdaad werken. En niet van oh, ik duw het maar naar boven. Maar nee, ik trek de, de spieren samen. En 2. De beweging en de vorm is veel en veel belangrijker. Dan het gewicht of het aantal herhalingen. Heel vaak zie ik nog mensen in de sportschool met vrienden in de sportschool zijn. En proberen zoveel mogelijk gewicht te verplaatsen. Maar dan hou je alleen maar jezelf voor de gek. 1. Je bent niet gespierd. 2. Je wordt zo niet gespierd. En 3. Je krijgt op die manier een blessure. Dat waren de punten. Dus ik zal eens eventjes herhalingen voor de goede orde. 1. Beslis hoe vaak je gaat trainen. 2. Zorg dan dat je een trainingsschema kiest. Die past bij de 48 uur rust tussen de spiergroepen. 10 tot 18 sets per spiergroep per week. Deel dit over de, 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 dagen, de trainingsdagen heen. Compound oefeningen plaats je aan het begin van de training en maximaal 3 op 1 trainingsdag. En de isolatieoefeningen komen natuurlijk daarna. Het aantal herhalingen per setje verschilt met jouw doel. 8 tot 15 voor hypertrofie, voor spiergroei, en 5 tot 8 voor. Voor krachtopbouw. Dan een hele goede warm-up is heel erg belangrijk en de werkzetjes bouw je af met herhalingen en bouw je op met gewicht. Dan de eerste twee weken dat je een trainingsschema volgt, ga je een beetje zoeken naar het gewicht. En drie progressive overload: het belangrijkste is om meer te doen uh, over de week heen, over de maanden heen, over de jaren heen en zorg dat jouw beweging en vorm het allerbelangrijkste blijft. En dit is alles dat jij nodig hebt om als vegan spier massa op te bouwen en je eigen trainings. Dus op te stellen. Heb je hier nou iets aan gehaald? Deel deze video met andere vegans die ook nu gaan beginnen omdat de sportscholen open zijn of dat je tegen hem zegt van: hey ga gewoon eens beginnen met sporten want je zegt het nu al heel erg lang. Dat zou ik heel erg waarderen. Help je mijn kanaal heel erg met groeien? En de video die ik nu aan wil raden is de enige 7 minuten die jij nodig hebt om af te vallen. Spiergroei en afvallen en vetverlies gaat heel. Goed samen en zeker richting de zomer. Dus kijk die video. Daar wordt alles besproken wat je nodig hebt voor je voeding. Dit is alles wat je nodig hebt voor een trainingsschema. En dan zie ik je in de volgende video. Dus echt enorm bedankt voor het kijken. let made a thousand boy